wil niet dat hij dit doet. Doe hem zijn neus. Blijf staan. Tobias, come on. De nieuwe Bavaria 0.0 smaakt als pils. En om dat te bewijzen heb ik mijn ongelovige vrienden Daan, Jasper en Tobias uitgedaagd voor de ultieme proeverij. Like, comment en deel het met de wereld. Dit is 0.0 of de lul. Nou jongens, even lekker bier drinken denk ik. Ik heb er zin in hoor. Jongens, hey, welkom. Hey. Fijn dat jullie er zijn. Ga lekker zitten. Jullie gaan proeven vandaag. Ja, ik heb er zin in. Ja, er is er maar één simpele vraag. Is het 0.0 of niet? Als je het goed hebt, niks aan het handje. Als je het fout hebt, tegenprestatie. Is dat duidelijk? Zeker. Maak mij nergens zorgen om. Er zijn twee tegenprestaties waar jullie uit mogen kiezen. Dat ziet er niet best uit. Ik weet niet wat dat is. Ik maak mij hier geen zorgen over, want ik haal het eruit. Ik heb een bijzonder goed ontwikkeld palet, jongens. Oh. Dus het wordt voor mij niet heel ingewikkeld. Zijn we er klaar voor? Zeker. Ja, nou, draai je maar om. Ik denk sowieso dat... Je gevoel afgaan, niet zo heel moeilijk. Oh ja, je hebt je gevoel, want Jasper... Je kijkt naar de aura van het bier. Ja, precies. Ik denk in ieder geval dat Jasper dit niet kan. Nee. Zo? Je sowieso die smaakpapillen van jou, je hebt gewoon een gladde tong. Wat is het nou onzin? Oké. Gaat ie. Jullie mogen proeven. Begin maar, met je grote waffel. Ja. Snop! Je moet de zuurstof bij doen, dan proef het gelijk. En wat is het dan? Geen twijfel, dit is een pils. Ja, een pils? Okay, dit is een pils. Zo. Hey. Flinke scheet. Is proeven, hè? Moet ik een goede slok nemen? Is pils. Pils. Ja. Okay. Nou, maar eigenlijk weten we nu... Nu twee pils, dus dat is dat waarschijnlijk is de 0.0. Ja. Dat is eigenlijk, vind ik het niet leuk dat hij dan als laatst is. Dat is wel lekker. Ik ga niet zeggen dat hij lekker is. Ja, nee, ja. Het is pils. Ja, jongens, weten jullie het heel zeker? Ja. Je mag nu nog terugkrabbelen, want ik er staat ook een scheerapparaat tussen. Ja, gewoon een goed ontwikkeld smaakpalet. Dat ligt nooit. Ja, precies. Ja. Oké, heel goed. Er zijn er twee pilsen. En er is één 0.0. Wie heeft de 0.0? Hier! Ja! Tobias. Jullie mogen kiezen, jongens. Nee, maar dit is lekker voor je. Doe nog even dit zo. Ik denk dat het tijd is voor een tegenprestatie. Oh, wat gaan we doen? Zo koud. Nee, ik ben heel benieuwd wat daarmee gebeurt. Ja, maar ik ga niet... Bij deze weet je eigenlijk bijna wat er gaat gebeuren. Ja, ik ben een hele brave burger, dus ik ga niet ergens graffiti spuiten onder een brug. Ik wil laten we die zien. Ja. Jullie willen deze zien? Ja. Wachten, Tobias. We gaan lekker naar buiten, jongens. Ja, nu wordt het leuk. Ik heb al vermoeden wat we gaan doen. Jongens, ik heb hier iemand voor jullie. Ah. Kom eens naar buiten. Wat heb kom je? Lekker kom naar even naar buiten. Wat heb je? Ah, dat heb ik niet uitgekozen. Oh, ja. Enig idee wat we kunnen gaan doen hiermee? Ja, we hebben iets blauws in onze handen. Ik denk dat dat... Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Ik durf het bijna niet uit te spreken, dus dat ga ik ook niet doen. En je gaat dadelijk helemaal blauw. Mag jij hier naar de dichtstbijzijnde supermarkt rennen. Mag je binnen 4 minuten een sixpackje 0.0 scoren en hier weer terug zijn. Heb je dat gered, dan is het helemaal gelukt. Als het niet lukt, dan blijf je de rest van de dag lekker blauw. Oh, ja? Dit wordt leuk. Nou, ik vind het eigenlijk al niet leuk meer. De pret is mij wel vergaan nu. Had je me niet zo hoog van de toren moeten blazen over dat je zo'n goed smaakpalet hebt? Heb ik ook, maar blijkbaar... Nou, je moet die verf vocht, daar schiet je niks mee. Ik wil niet dat hij dit doet. Staan. Jij mag het doen. Nou, doe hem zijn neusje. Je ziet zijn gore zin. Je hebt verloren. Blijf staan. Het valt jij mij zo aan. Je neusje. Nu heb je de hand. Goed zo. Je bent me aan het sminken, niet aan het kapot raspen. Die gaat nou maar. Fuck, ja. Dit is mens onteerend. 5 minutes later. Oké, jongens. Volgens mij is Tobias blauw, denk ik. Nou, ik vind dat ze echt broddelwerk hebben afgeleverd. Ik zie eruit als een soort van avatar met een huidziekte. Tobias, klaar voor de start. Zoek de supermarkt en kom terug met een sixpack 0.0. Nu, go, zoek. Rennen dan. Gaat hij heen? Ja, maar jij moet wel zeggen waar ik naartoe. Ik wil alsof hij uit de grond komt. Wat jij loopt als een... Kom even. Hallo, je hebt 4 minuten. Tobi, kom even terug. Hij is weg. 1,5 minuut. Je gaat niet langs, ik loop hier om. Nee, hallo. Hoe
moeten deze kant op. Ja, maar ik ga hier niet doorheen. Hey, snel er langs. Dames en heren, Tobias, come on! Nee, Tommy, dezelfde kleur als jij. Fotootje. Jullie zitten mij te saboteren en ik saboteer jullie ook straks. Waar is de supermarkt dan? Ik had het uitgelegd gekregen, maar ik weet het eigenlijk niet meer zo goed. Zo, nog 1 minuut. Lukt nooit. Schiet nou op! Mee. Schiet nou op! Hier was de supermarkt gewoon, ik zie je. Ja! Wat een teringhond ben jij. Zit me gewoon te schoppen. Snel pas op. Hij is niet bij te houden. Wachten. Hebben ze nou. Pimpas. Wachten, ho, hier. ho. Niet meer rijden. Rij ook nog. Rij staat. Oh, dankjewel. Hoi, deze. Ja, top. Hij rent echt als een gek. Pas op die bus. Hoor ik ze nou in de vechten? Ah! Stop de tijd. Ja, je had 4 minuten de tijd. Wat denk je zelf? Langer is het, maar dat komt door hun. Je was binnen de 9 minuten en 41 seconden ben je terug. Dat komt door jullie. Hey, dus je bent de rest van de dag blauw, jongen. Oh, lekker mooi. Proost. Nee, ik proost niet met jullie. Jullie zijn mijn vrienden. Helaas, niet gelukt. Hé, maar gaat het jou wel lukken om de 0.0 eruit te halen? Je kan het zelf proberen thuis, want ik heb hier een koelkast vol met 0.0. Die kun je winnen. Ga naar de link in de beschrijving en wie weet is die voor jou. Op naar de volgende aflevering, want deze jongens die gaan we nog een keertje uitdagen. Proost.